laat me zijn hoe ik wil zijn. Beneem me niet, is mijn geld. Kanon gaat niet meer. Yo, 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 is je boy Fano van de Streets Zoldierz. En we doen het live gewoon met ArtiestenNieuwsSuriname. Awagi sayere, na you money pay thing. Akamra sayuwabi, na you money pay thing. Fano hier van de Streets Zoldierz. Jammer genoeg ben ik er alleen, maar natuurlijk. Vandaag zijn we 15 jaar, 8 mei bestaat de Streets Zoldierz. 15 jaar, we zijn al 15 jaar bezig met het maken van muziek. We gaan heel ver terug. Onze eerste song heette So Cool. Alas maar, taking easy. Als je hem kent, dan weet je ook welke pokken ik het heb. Er was ook een periode waarbij Streets Zoldierz het gewoon relax aan deed. Gewoon een beetje rustig aan deed. En ik denk dat het zo met bij 3 jaar geweest. 3 tot 4 jaar. Vandaar dat men ons niet meer kent, want onze laatste pokoe heette was samen met Cyril van de welbekende Cyril More Love Band. Mijn pokoe heette Missysteem, dat was een van onze laatste pokoe als Streets Zoldierz. Nu vandaag aan de dag zijn we weer terug, maar er was een gap van 3 tot 4 jaar. Vandaar dat, laten we zeggen, de jonge guys of de tieners van nu ons niet echt kennen. We komen allemaal uit Tamenga en omstreken. De namen zijn Mario van Dams, meer bekend als JP. Stefano Moog, meer bekend als Fano. Stephen Ligger, meer bekend als Psycho. Dennis Linger, meer bekend als G-Master. Schenke Landveld, meer bekend als CP. En Climent Creighton, meer bekend als Bloodstip. Dat was gewoon de Soldier Squad. 6 leden. 1998. 15 jaar geleden. En natuurlijk, in de tussentijd hebben we 3 cd's uitgebracht. Onze eerste cd heette Soldier Stories. Onze tweede cd heette De Straat is Heet. En onze laatste cd is eigenlijk een verzameling van alle songs. Niet van alle songs, maar onze laatste song. Snoepje, genaamd. Want het is gewoon een voorproefje. Dus wat je hebt gehad is gewoon een voorproefje. Want je krijgt meer dan dit. Hoogtepunt voor de Streets Zoldierz natuurlijk. Snoepje. Ja. Lokaal zoals internationaal nummer 1 hit. Een award ontvangen van Phonics, waar we in Nederland mogen optreden. En natuurlijk, het gaat de goede kant op, want er zijn verschillende deuren opengegaan. Streets Zoldierz blijft niet rustig. Niet omdat je niets van ons hoort, wil dat zeggen dat we niet bezig zijn. We zijn bezig en moeten ons gewoon blijven volgen, want heel binnenkort krijg je heel, heel veel te horen en echt nieuw materiaal van ons. Dus dat is hem zo'n beetje, want Phonics, dat was eigenlijk voor ons echt een hoogtepunt en we gaan naar hoger hoogte willen we gaan natuurlijk. Mixie is geen lid van de Streets Zoldierz. Eigenlijk laten we zeggen, hij is eigenlijk een Streets Zoldierz, maar niet dat hij een lid is van Streets. Mixie is een artiest op zichzelf, maar we hebben een goede samenwerking met elkaar. Vakan, 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 milo bidin abrasi, abrabiki busiasi, no mi wandea vakan, vakan. Pakang, milo bidin abrasi, abrabiki busiasi, rumi wandeya. Buyaka, boom! ArtiestenNieuwsSuriname, Suriname, keep on watching. Yes, Streets Zoldierz, baby. Hey, no more, money, baby.